Want dan heb je daarboven heb je iets Zaporizhia, heb je daar geloof ik. Dat je zou denken, als je daar zelf strategisch over nadenkt, zonder dat ik verder enige militaire expertise heb, dat het ongeveer daar zou de hoofdstoot van het Oekraïnse offensief moeten komen. Hmm. Al hebben ze ook op verspreide punten langs dat hele front acties ondernomen. Maar daar wordt dan door militairen van gezegd, ja, dat is eigenlijk om de Russen in verwarring te brengen. Die weten dan niet precies waar het gaat komen. En dan moet tenslotte de hoofdstoot komen. Nou ja, eventueel daar. In het noorden, dat lijkt mij niet zo bijster waarschijnlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen, maar ik geef toe dat ik dat even meen weet als iemand anders. Dat je natuurlijk op de meest onverwachte plek die hoofdaanval moet laten plaatsvinden. De plek die wij nu niet noemen dus. Ja, en die wij natuurlijk, die voor ons waarschijnlijk ook onverwacht is, aangezien wij niet beschikken over gedetailleerde kennis van het terrein. En al die foto's die dat mogelijk maken om dat wel te bestuderen. Ja. Er zijn deskundigen die zeggen, er zijn drie plekken. Eigenlijk op drie fronten voeren ze de aanval uit. Eén daarvan is Bakhmut. Vorige maand is dat nog veroverd door dat Wagner-leger. Hè? En daar zouden ze nu een omsingeling opzetten. Ja, dat zouden ze van plan zijn. Maar ja, we hebben al die tijd hebben we gehoord dat Bakhmut eigenlijk meer een prestigeobject was. Dat het strategisch niet van grote betekenis was. Waarom dan daar? Dat begrijp ik niet. Want een politieke impact kun je maken. Als je even weer op dat kaartje kijkt, dat ligt een stuk noordelijker. Kijk, de winst valt naar mijn idee te behalen in het zuidelijke deel van het front. En niet in het noordelijke of het middenstuk van het front. Maar dit is wat jij zegt. Bakhmut is vooral politieke impact. Zo van, kijk eens, we willen de Russen vooral imago-schade toebrengen. Je moet ook in principe zaken prijs kunnen geven die feitelijk niet zo ontzettend belangrijk zijn. Ik geef toe, het is altijd moeilijk om iets prijs te geven. Ja. Dat was de grote fout van Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Hij kon nooit iets prijs geven. Natuurlijk hadden ze Stalingrad niet zo idioot lang moeten belegeren met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Maar hij wou natuurlijk symbolisch Stalingrad, dat wou hij niet opgeven. Dus dan moest Hitler zei altijd dat je tot de laatste man moest blijven staan en blijven vechten. Ja, dat is militair gesproken natuurlijk vrij stom. Hmm. Maar goed, ik heb niet de flauwste idee waar dan een eventuele effectieve en onverwachte aanval zou moeten komen. Maar je hebt toch het gevoel dat eigenlijk het hoofdspel nog niet op de wagen is. Nee. Al zeggen deskundigen wel, dat gaat wel snel komen, want Oekraïne is nu begonnen en ze zullen nu ook heel snel doorzetten, want ze kunnen niet lang afwachten. Deskundigen hebben van alles en nog wat gezegd. Zo is het, maar dat wil men niet. En er zijn er genoeg die wat roepen. En tot nu toe is er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel gebeurd, moet je constateren. Nu is het ook wat er dan precies gebeurt, dat is eigenlijk toch vrij mistig. Ja. Nog een andere plek, Zaporizhia. Ja. Dat is richting die bezette stad Tokmak. Daar zijn ook beelden opgedoken van de week van die Leopard 2 tanks die in brand zijn gevlogen. Dat was natuurlijk een beetje pro-Russisch beeldmateriaal. Dat zou ook een tweede plek zijn waar ze dus... Nogmaals, de militairen zeggen nu zijn het eigenlijk niet speldenprikken. Daarvoor is het misschien al te veel. Maar het zijn uiteindelijk nog manoeuvres om af te tasten hoe het precies zit. Als je die versterkte regio aanvalt. En B, om de Russen in verwarring te brengen waar uiteindelijk de grote klap, als er een grote klap komt, gaat komen. Ja. En dan denk je natuurlijk, ja, dat moet zo gek, moet zodanig zijn dat ze verrast zijn. Zoals ze vorig jaar in de herfst verrast werden. Oekraïne zelf zwijgt, op zich is dat ook wel logisch, hè, vanwege de strategie. Maar lijkt het je ook verstandig, want je zou ook wel kunnen communiceren, maar misschien wel verkeerde informatie bewust kunnen lekken. Dat zou kunnen, dat is een klassieke methode natuurlijk. Misschien hebben ze dat ook al wel gedaan, maar dan weten we niet precies wat onjuist was en wat niet. Het meest fameuze voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog is D-Day, waar de Duitsers toch vrij effectief was wijsgemaakt dat de landingen in het Pas-de-Calais zouden komen. Dus bij de nauwste opening, zal ik maar even zeggen. Terwijl dat helemaal niet het geval was, maar Hitler heeft tot heel lang geloofd dat de landingen in Normandië een afleidingsmanoeuvre waren. Hè? Wie weet zijn sommige schijnbare afleidingsmanoeuvres van de Oekraïners in werkelijkheid wel het begin van het ware offensief. Nogmaals, ik heb geen idee. Hmm. Het is wel zo, vind ik, dat geklaag in de westerse pers, laten we het maar even sterk generaliseren, van gaat er nou nog iets gebeuren?
Als dat nou nog lang duurt, dan beginnen we onze interesse te verliezen. En dan wil je toch al gauw weer weten of Rihanna een nieuw liedje gemaakt heeft. En wat voor een buitengewone gebeurtenissen er in het Nederlandse talkshowland zijn. Ja, dat vind ik wel, god beter, het is een serieuze oorlog. En dat wil ze niet zeggen dat er elke dag triomfen kunnen worden gevierd. Hmm. Je vindt het te veel entertainment af en toe vanuit westerse perspectief? Nee, niet entertainment, maar dat we gewoon voortdurend ongeduldig zijn. Er moeten grote spectaculaire doorbraken plaatsvinden. Vlag vertoond, stortende en neerstortende vliegtuigen. Nou ja. Maar dat is toch de roep om een beetje entertainment dan, als je het zo als vertelt? Als je het zo wil zien, maar dat geloof ik niet dat erachter zit. Het is ongeduld omdat er niets spectaculairs gebeurt. Hmm. Maar heel vaak is het in oorlogen lange tijd dat er niets spectaculairs gebeurt. Hmm. Ja, dus enig geduld, zou ik zeggen, is op zijn plaats. Nog een analyse van iemand die er verstand van heeft. Die zegt van de eerste fase zal vooral bloederig zijn. Het zal een vervelende fase worden. Dat is de hele oorlog natuurlijk altijd. Maar vooral de eerste fase van dat tegenoffensief. Daar gaat in ieder geval gaan veel slachtoffers vallen. Maar ja, dat is allemaal maar de vraag. Het kan ook zijn dat ze toch een zwak punt hebben gevonden. Als je eenmaal een doorbraak vreet dat niet. Het is allemaal heel lollig, zo'n lange verdedigingsgordels in de diepte. Maar als het natuurlijk eenmaal een doorbraak is, ben je de klos. Ja. Want dan die kan daar doorheen kan de stoot dan volgen. En dan word je vanaf achteruit word je aangevallen. Hmm. Als je nou even kijkt naar de geschiedenis van indrukwekkende verdedigingsgordels. De Maginot-linie nooit gefunctioneerd. Ja. Gewoon omdat de Duitsers iets ten noorden van de Maginot-linie zijn gaan opereren. Ja. De Westwal heeft nooit de enige betekenis gehad. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hmm. Murenbouw is nooit een verstandig beleid. Ze moeten natuurlijk wel door die posities die Rusland heeft klaargelegd doorbreken. Maar jij zegt als er maar één plekje is te vinden waar je doorheen kunt. Ja, wie weet is er zo'n plek, weet ik veel. Hmm. Misschien moet je infiltreren. Want die voorbereide posities, die zijn, we hebben gezien wat er liggen, mijnen, prikkeldraad. Dat is het bekende werk. Iedereen kan wel verzinnen hoe je dat moet doen natuurlijk. En dan moet je nog een hoop artillerie wat achteruit opstellen. Artillerie wordt natuurlijk altijd vergeten, maar dat is in feite misschien wel een belangrijker wapen dan de infanterie, bij wijze van spreken. Dus ja, het blijft afwachten. En iets meer geduld... zou ik zeggen, is gepast. Dat is jouw oproep. En inderdaad, jij noemde net al dat tegenoffensief van afgelopen herfst bij Kharkiv. Dat was een soort van walk in the park, hè, want daar liepen ze zo doorheen. Ja, dat is evident. De Russen dat niet verwacht hadden. En dat ze hun troepen vooral in het zuidelijke deel van dat front hadden. Want de front is 800 kilometer lang. Reken even vanaf deze plek 800 kilometer. Dan zit je ergens een beetje aan Zuid-Frankrijk. Stel het je voor. Het is... Zo'n kaartje ziet er allemaal enorm simpel uit natuurlijk, maar het is in feite een reusachtig gebied. En daar, nou ja, de Russen hadden daar in het noorden kennelijk niks verwacht. En die waren dus niet in grote getalen daar aanwezig. Ja, maar als je nu verschillende documenten leest, daar wordt in gezegd dat die impact van die dambreuk op het tegenoffensief is redelijk beperkt. Tuurlijk, het is afschuwelijk wat er gebeurt. Het is alleen het laatste stukje. Kijk, daar mensen moeten maar even goed op de kaart kijken. Het zijn allemaal prima kaartjes in de handel. Want het noordelijke deel van de oever is in handen van Oekraïne. En het zuidelijke deel is in handen van de Russen. Dus de Russen hebben ook eigen terrein onder water gezet. Ja, kennelijk vinden ze dat niet zo belangrijk. Of zagen ze toch deze onderneming als vertraging of demoralisering. Het kan van alles en nog wat zijn. Ze hebben natuurlijk in allerlei opzichten ook een demoraliserende strategie gevolgd. Door ziekenhuizen te bombarderen, alle dingen kapot te maken die ze niet per se kapot hoeven te maken. Dat is altijd een beetje, vroeger zeiden ze, waar de Turk regeert wil geen gras groeien. Maar waar de Russen de baas zijn, daar is helemaal niet eens gras. Laat staan dat het zou wel of niet zou willen groeien. Maar het is natuurlijk wel een hele erg humanitaire ramp, hè, wat zich daar nu voltrekt. Ja, dat is natuurlijk een drama, dat begrijp je. Het is, als je het uit de luchtfoto's ziet, is het een vrij dicht bevolkt gebied. En het aantal doden valt me nog mee. De steden stonden fors onder water. Hmm. Ja, er zijn een aantal dodelijke slachtoffers gecommuniceerd. Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee, tot nu toe 11 volgens mij. Weet jij veel of er niet ergens een huisje in een dorp onder water is gekomen te staan? Kunnen die mensen zwemmen? Meestal niet. Dus dat is toch wel een vrij dramatische situatie. Ja. Heb je dat beeld nog gezien van die rabbijn? Die stond iets op te nemen, want dat wordt ook gezegd. Er worden natuurlijk mensen geëvacueerd en dieren.
De Russen die schieten daarop, hè, op die situatie. Ja, ik las wel dat de Russen ook mensen die proberen te vluchten, dat ze die weer terugjagen. Ja, alles wat beroerd is, kun je van de Russen verwachten. Ja. Het is op zichzelf ook niks nieuws onder de zon. Ja. Het water stijgt elk uur, want dat stroomt nog steeds uit. 12 centimeter per uur komt er nog bij. Maar goed, op een goed moment is het wel klaar natuurlijk. Ja. Ik begreep ook dat Oekraïne zegt van daar ligt best nog wel vruchtbare landbouwgrond. Dan maken we ons toch zorgen. Ja, dat kun je bijna afschrijven. Dat is niet meer bruikbaar, vermoed ik. Nou, voorlopig niet. Maar als je dit jaar nog droog zou vallen, dat zal toch uiteindelijk gebeuren. Want die rivier, het was een dam in een rivier. Dus uiteindelijk, ja, dan laat je plotseling een hele hoeveelheid, een grote hoeveelheid water los. Maar tenslotte voert die rivier dat af. Hmm. Hè? Het was geen overstroomd gebied voordat die dam er was. Nee. Angst voor ziektes is er ook. En nou, in ieder geval Japan heeft al gezegd van $5 miljoen geven wij om de boel een beetje. Zo, $5 miljoen, die Japanners, dat is ruimhartig, mag ik wel zeggen. Jongen, jongen. Heb je ook nog gehoord over de samenwerking tussen Rusland en Iran? Dat was natuurlijk al een tijd bekend. Ja, die leveren allerlei militaire spullen. Ja, drones onder andere. Ja. En ze willen nu ook een dronefabriek gaan bouwen. Ja, als je natuurlijk, kijk, als je landen isoleert, zoals met Iran het geval is geweest. Daar waren ook wel redenen voor om dat te doen. Maar er lag een akkoord, in ieder geval over die nucleaire bewapening. Nou, je weet, het heeft Trump het raam uitgegooid. En met als gevolg dat we nu helemaal niks hebben. Geen akkoord en een volledig geïsoleerd Iran. Wat verder een klote regime is, daar gaat het nou even niet over. Maar ja, waarom zou, wat kan het Iran schelen? Die zullen blij zijn dat ze die spulletjes aan de Russen kunnen leveren. En natuurlijk, als dat verdrag wel geëffectueerd was, dan had dat er misschien anders uitgezien. Want dan is het ook weer de start van een proces waarbij je met elkaar in gesprek raakt. Oké, maar zeg je daarmee dat we eigenlijk die Iraniërs in de handen van Rusland hebben geduwd? Ja, dat hebben de Amerikanen en de Israëli's samen natuurlijk. Want de Israëli's die vonden natuurlijk wel enorm belangrijk dat dat akkoord niet gesloten werd. Dat is tot op zekere hoogte het geval. Ja. Waarmee ik verder geen enkele sympathie uitdruk voor het Iraanse regime. Dat zijn religieuze halfgaren, zoals je weet. Ja, pastoors heb je al eens gezegd. Ja, dat is heel vervelend. Pastoors aan de macht. Allemaal van die zwartrokken. Maar ja, je weet natuurlijk niet als die deal er wel was gekomen, of ze dan de Russen ook niet stiekem zouden helpen achter de schermen. Geen idee. Maar goed, dat is pure speculatie, toch? Ja. Want 800 kilometer ten oosten van Moskou willen ze een dronefabriek gaan bouwen. En die drones moeten dan in Oekraïne gezet worden. Dronefabriek gaan bouwen, dus dan weet je al dat we het hebben over termijnen van tussen de 5 en 10 jaar. Dus nou, begin volgend jaar moet die operationeel zijn. Nou, dat wil ik dan nog wel zien. Je gelooft dat niet? Nee. Oké, maar de aanvallen met die drones, die zijn toch redelijk effectief? Want daarmee vernielen ze onder andere militairen. Nou, dat valt nogal mee. In toenemende mate worden die dingen uit de lucht geschoten. Het zijn betrekkelijk primitieve dingetjes die met relatief geringe snelheden opereren. Nee, ik vind juist dat natuurlijk, ja, je moet eerst wennen. Je moet eerst een expertise opbouwen en routine. Maar mijn indruk is dat de luchtverdediging van de Oekraïne daar helemaal niet zo slecht voor staat. Nou, de Verenigde Staten hebben toch wel aangegeven, maar wij maken ons toch wel zorgen om die dronefabriek die er komt. Ja, natuurlijk doen ze dat. Ja, maar ik zou zeggen, laat die eerst maar eens klaarkomen, die fabriek. He? Volgend jaar gaan in de productie, kom op. Hmm. Zijn geen wonderdokters. Laat staan de Russen die niks kunnen. Je bent nog steeds niet onder de indruk van wat je van ze ziet op het slagveld? Nee, ik ben in geen enkel opzicht ben ik onder de indruk van de Russen. En dat loopt natuurlijk al. Rusland heeft ooit in de vorm van de Sovjet-Unie een gigantische en spectaculaire prestatie geleverd. Dat is de mobilisatie nadat de Duitsers Rusland hadden aangevallen in 1941. Dat is een schitterende prestatie geweest. Dat is waarschijnlijk ook toch wel inherent aan het bolsjewisme en de volstrekte gewetenloosheid van het regime. En de bereidheid om ook op grote schaal geweld te gebruiken. Dat het zo dringend noodzakelijk was, hadden ze deels aan hun eigen wanorganisatie en incompetentie te danken. Maar toen dit eenmaal noodzakelijk was, hebben ze een grootse prestatie geleverd. En dat heeft geleid tot de bezetting van Oost-Europa en van Centraal-Europa. Nou ja, dat weten we allemaal natuurlijk wel. En vervolgens is het natuurlijk een aflopende zaak geworden. En aanvankelijk leek het nog wel redelijk te gaan in Rusland.
Maar je kunt wel zeggen dat ze in vrij snel eigenlijk een achterstand begonnen op te lopen bij de technologische en welvaartsontwikkeling in het Westen. Met als gevolg dat ook dat arme Oost-Europa natuurlijk tot 89 onderdrukt is door de Russen. En een aanmoedige en treurige boel was. Allemaal hele onaangename politiestaatjes. Zo dat de Sovjet-Unie zelf natuurlijk voor geen meter deugde. Als de Sovjet-Unie zich normaal had ontwikkeld, laten we zeggen licht gedemocratiseerd was geraakt, zijn industrie had gemoderniseerd, eventueel met behulp van het Westen, dan was ook niet de volledige ineenstorting van de Sovjet-Unie had zich niet voorgedaan. Nee, ik zou graag willen beweren dat de Russen, even afgezien van waar ik mee begonnen ben, nooit een prestatie van enig belang hebben geleverd. 0,0. Ja, ze hadden ook mooie straaljagers en van al aan dat soort van dingen, omdat ze een kwart van hun bruto product erin stopten. Nee, als je nou iets leerde als je ooit in Oost-Europa was, is dat ze niks konden. Ik ben nog door Boedapest rijden, daar stonden overal lange rijen voor de winkels. Ik vroeg aan mijn Hongaarse kennis, Sultan, waarom staat iedereen hier in de rij? Ja, zei hij, er zijn vandaag bananen. Nou ja, hè? Je kunt hier om de hoek, dan kun je een ton bananen kopen voor een schappelijke prijs. Zelfs bananen konden ze niet aanbieden. Hoe kwam dat dan? Hoe was dat dan georganiseerd? Ja, geen geld, incompetentie, geen contacten. Niet bereid om met westerse bedrijven in zee te gaan, weet ik wat de oorzaken waren. Er zijn vandaag bananen, nou, dan weet je het eigenlijk al wel. Hè? Oh, pretzels. Ze waren ook in Boedapest bezig om de tramrails op te graven, hoe je dat zeggen, af te breken. Toen zei ik nog, joh, laat ze nou liggen. Hè? Over 50 jaar kijk je er anders naar. Nee, ze gingen het allemaal opbreken. Kortom, ze probeerden te moderniseren en dat viel totaal verkeerd. Nee, voor de Sovjet-Unie, daar kan ik geen positief punt verzinnen, moet ik eerlijk bekennen. Overigens, wie dol op bananen was, was Stalin. Dus nou ja, misschien dat ik daar op het woord banaan ben gekomen. Kan Poetin nog iets doen om dat leger de wind weer in de rug te geven? Nou ja, dat moet je van de Russen zeggen in de Tweede Wereldoorlog. Nadat ze natuurlijk eerst op een afschuwelijke wijze klop hadden gekregen van de Duitsers. En natuurlijk op het nippertje eigenlijk van de ellende zijn gered om te verliezen. Hebben ze wel, na een jaar of twee hebben ze een snotje gekregen hoe je die Duitsers moest op meest effectieve wijze moest bevechten. Dus er zat wel een leerproces in, dat zonder meer. En dus ik geloof dat aanvankelijk, de eerste twee jaar aan het oostfront, gingen er 10 Russische tanks verloren voor 1 Duitse tank. En tenslotte was het 1-1. Maar dan hebben we het over eind 44, begin 45. Nee, ik ben al van... Noemen ze, nou ja, dat, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar China is toch ook communistisch, hebben ze toch ook een communistische partij, ja. Maar natuurlijk, als je even kijkt wat de oorzaak is van de spectaculaire industriële expansie van China, dan zie je dat investeringen, competentie en informatie van buiten was en niet van binnen. Veel als naar het Westen. Het was gewoon het feit dat ze de ruimte boden om daar te gaan investeren. En daarom is dat gelul over Formosa, Taiwan ook zo stom vervelend. Ze hebben enorm geprofiteerd van de aanwezigheid van Taiwan. Mm. Waar natuurlijk tal van Chinezen waren die graag wilden investeren in een ontwikkeling op het continent. Ja. Idem dito Hongkong. Hè? Vandaar dat het ook zo'n godvergeten klote streek is die ze met dat Hongkong hebben uitgehaald. Waar ze enorm van geprofiteerd hebben. Nou goed, toen is het in 1999 natuurlijk weer in Chinees bezit gekomen. Ze hadden allerlei beloftes gedaan. Dan was het ook weer 1 land, 2 regimes. En ze hebben zich er voor geen meter aan gehouden. En ze zijn op die vervelende Xi Jinping tour gegaan. Wat, ik zweer het je, op de lange termijn een verliezend toneelstuk is. Ja, Poetin heeft nog, toen ze elkaar ontmoeten laatst, heeft hij nog gezegd van, we zijn best wel jaloers op die economische kracht van China. Ja, dat geloof ik graag. Nou ja, dan zou je hetzelfde moeten doen als wat de Chinezen hebben gedaan. Maar dat betekent dus ook openstaan voor het Westen. Dat hebben de Russen ook wel eens gedaan. En dat is de fameuze Shell-project toch. Ik geloof echt bij Kamchatka of zo, of Sakhalin, daar ben ik nog even vergeten waar het was, maar daar helemaal in het oosten. En nou ja, daar werden enorme hoeveelheden olie, gas, ik weet niet precies wat het was, aangeboord. Dat zag er geweldig uit en vervolgens hebben de Russen gezegd, ja, jullie hebben gesjoemeld met de belastingen, dus sorry, maar wij moeten dat nationaliseren.
Ja, dan weet je zeker dat de volgende oliemaatschappij er niet nog eens een keer intuint op dit gebied. Nee, het zijn dieven en moordenaars. Zijn het altijd geweest. Merkel heeft het ook nog een hele lange tijd geprobeerd. Hè, om de dat wil zeggen, de oude Bolsjewieken waren geen dieven. Dat moet ik er even bij zeggen. Ik heb die anekdote toch al verteld dat toen Molotov doodging. Hij heeft heel lang, ik weet het ook tegen de 100 geworden of zo. Heb je niet verteld? Had hij 46 roebel op zijn spaarbankboekje staan. Er zijn wel mensen die zeggen dat die hele zogenaamde revolutie in Rusland, dus het beëindigen van het Sovjet-regime, dat dat eigenlijk een onderneming was van de elite, niet waar, om zich eindelijk rijk te kunnen stelen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Dat is goed gelukt. Dat is heel goed gelukt, ja. De elite heeft zich op een spectaculaire, zeg maar mondiale schaal rijk gestolen. Ja, maar wat is dan het verschil met de Bolsjewieken? Dat die waarschijnlijk aan hun eigen kletspraat geloofden. En dat kun je denken van de zittende elite niet zo makkelijk zeggen. En kennelijk niet, nou in ieder geval Molotov, geen poging heeft gedaan om tot zelfverrijking. Oké. Dus jij denkt het huidige regime weet dat ze onzin verkopen? Het huidige regime draait voor een niet onbelangrijk gedeelte puur en alleen op zelfverrijking. En dat weten ze? Tuurlijk weten ze dat. En dan denk ik, neem aan dat ze binnenkamers er cynisch genoeg over zijn. Ja. Merkel heeft toch ook nog een hele tijd gezegd van we moeten die relatie met die Russen goed houden? Absoluut. Daar had ze natuurlijk groot gelijk in. Ja, dacht je dat Merkel niet wist dat er dieven en moordenaars waren? Natuurlijk wist ze dat. Denk aan die rotshond van Poetin. Die fameuze beelden. Ja. En ik wil het nog wel wat pijnlijker maken, dit verhaal natuurlijk. Dat tenslotte, er komt een eind aan die oorlog in Oekraïne. Ooit, op een of andere manier. En dan zullen we met die klote Russen weer een relatie op moeten bouwen. Dat is wat Kissinger ook zei. Ja, je kan wel. Het zijn boeven en moordenaars. Maar traditioneel hebben we ook hele goede relaties gehad met boeven en moordenaars. Het gekke is natuurlijk dat zoveel landen in de wereld merkwaardig genoeg altijd de handen raken van boeven en moordenaars. Dat is het eigenaardige eigenlijk. Maar jij zegt je moet er dan weer een relatie mee opbouwen, maar kun je ze niet gewoon negeren? Nee, dat denk ik niet. Want ze kunnen natuurlijk, kijk, Rusland is een enorm land. Weliswaar gaat het demografisch ontzettend slecht met Rusland. Maar het is dus een permanente aanwezigheid. En zolang het een regime is wat voor geen meter deugt, in geen enkel opzicht eigenlijk, kunnen ze natuurlijk nadat ze de bestaande verliezen die ze geleden hebben aangevuld, laat dat eens 5 jaar duren, laat het een klein decennium duren, niet waar, dan kunnen ze weer overnieuw beginnen met regimenten en zuurpieterij. Maar wat maakt dan dat je ze niet kunt negeren? Kijk, een land als Peru kun je makkelijk negeren. Maar is het dan de grootte van het land? Is het de hulpbronnen, de natuurlijke bronnen die in de grond zitten? Nee, het is het ongelukkige feit dat ze natuurlijk dat ze in de buurt liggen van West-Europa. Dat ze in allerlei opzichten gewoon de buren van de Europese Unie zijn. En een grote oppervlakte hebben. Ja, waar je over niks aan hebt. Het zijn voornamelijk dennenboompjes, maar zoals ik al vaak heb opgemerkt. Maar natuurlijk, het is toch ook voor op Europese schaal een enorm land met enorme potentiële hulpbronnen. En als dat natuurlijk gerund wordt door een crimineel regime, dan zit je voortdurend met aanzienlijke risico's. Die risico's kunnen ook relatief klein zijn. Dat is dat gehek en al die andere kinderachtige flauwekul waar ze altijd mee bezig zijn. Maar die kunnen ook uiteindelijk, nou ja, kijk naar 2014. Waarbij ik ook dacht van nou, dat is eigenlijk wel klaar. Het is eigenlijk afgelopen. Ze waren nog niet tevreden. Ja. En zijn natuurlijk in vorig jaar met een heel groot project begonnen. Denk je dat Poetin zich wel ooit toegeeft dat hij verslagen is? Dat zal hij zelf misschien denken in zijn hoofd, maar dat laat hij jou niet merken. Dat denk ik niet dat dat de strategie is. Nee, we zullen dus ook als er ooit een eind aankomt, op wat voor wijze dan ook, zullen we natuurlijk ook ruimte moeten laten om Poetin de wereld wijs te kunnen laten maken dat hij iets bereikt heeft. Ja, en je moet hem een uitgang bieden, waar we het al eerder over hebben gehad, ja. Overigens, er zijn ook nog wat cijfers over de Oekraïnse economie. Die is met 10,5% gekrompen. En dat is iets minder erg dan waar gevreesd werd. Dat was namelijk 14%. Dat was meevallen, eerlijk gezegd. Ja, ze hadden 14% hadden ze op gerekend. Ja, kijk aan. Natuurlijk die landbouw die natuurlijk voor een deel vernield is. En heel veel mannen die zijn naar het front toe. Dus die kunnen niet meer werken. Ja, natuurlijk ontzettend veel Oekraïne zijn natuurlijk uitgeweken naar voor een belangrijk gedeelte naar West-Europa. Ja. Nee, op zichzelf is het ook de toekomst van Oekraïne is ook relatief duister. Ik zou ook zeggen, zorg dat ze in principe zo snel mogelijk
zo intensief mogelijk contacten met de Europese Unie kunnen opbouwen. Want dat was toch heel verrassend in het begin, toen deze poppenkast begon, deze ellendige poppenkast. Dat plotseling bleek dat allerlei vitale onderdelen van de West-Europese autofabrieken in het westen van de Oekraïne gemaakt bleken te worden. Ja, zeker. En dan was er ook nog het nieuws dat Oekraïne waarschijnlijk achter die Nord Stream opblazing zit van die pijpleiding. De Belgische autoriteiten hadden daar via de Amerikanen weer een bericht van gekregen. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het altijd onopgeklaard zal blijven. Nou ja, of iemand die het gedaan heeft, zal het moeten toegeven. Nou, dat was wel wat. Kijk, het moet natuurlijk toch een vrij omvangrijke operatie zijn geweest. Je kunt dat niet af met een roeiboot en een handgranaat. Dus dat wil zeggen dat ooit iemand uit de school zal klappen. Zo gaan die dingen. Ja. Maar goed, dit is kort na de sabotage. Zou kunnen. Ja, dan moet je eens even nagaan wat voor voordelen het voor de Oekraïne heeft opgeleverd. Namelijk dat het in ieder geval voorlopig niet incidenteel, maar structureel een eind is gemaakt aan de levering van Russisch gas aan West-Europa. Want daar gaat het allemaal om. Nou, welk voordeel hebben ze daarmee? Dat die afhankelijkheid van West-Europa, van Rusland, dat die dus niet zich in die vorm opnieuw en snel zal kunnen voordoen. Want die afhankelijkheid betekent natuurlijk dat West-Europa altijd geneigd is pappen en nat houden als het gaat om Rusland. En dus ook minder financiële middelen voor Rusland? Ja, vanuit het Westen? Ja. Okay. Al kunnen ze die rommel, als ze moeten natuurlijk dat hele gasnet moet gereoriënteerd worden. Je kunt die rommel voorlopig nog wel kwijt. Ja. Vooral omdat gas eigenlijk een relatief schone brandstof is onder de fossiele brandstoffen. Maar het sentiment is een beetje dat die westerse inlichtingendiensten dus al maanden eigenlijk op de hoogte zijn van dat Oekraïne erachter zit. Maar in de pers wordt natuurlijk dat allemaal wat vager gehouden. En ik heb geen idee. Nou. Ik ben ook van inlichtingendiensten over de hele linie niet erg onder de indruk. Oké. En dan baseer je natuurlijk op wat Amerika is gebeurd, die niet met elkaar communiceren. Ja, ja. Het gekke is dat er zijn momenten geweest dat de CIA groot gelijk had. Op die momenten, dat begrijp je al, je voelt hem aankomen, is er niet naar de CIA geluisterd. En er zijn ook momenten geweest dat de CIA volledig in de greep was van paranoia. En dat was jammer genoeg ook altijd wel de gelegenheid voor de regering om ernaar te luisteren. Er is natuurlijk ook flink aan gemanipuleerd. Kijk eens, het Pentagon heeft elk jaar een nieuwe begroting. En elk jaar moet er dus uitgelegd worden dat de wereld vol van verschrikkelijke gevaren is. Dat de Russen unieke nieuwe wapens hebben. Wat is het, die supersnelle raket. Wat in de praktijk ook nog al tegen bleek te vallen allemaal. Net zo goed als dat gehack ook niet waar. Want alles en iedereen zou gehackt worden. Wij ook hier. Maar dat bleek ook, nou ja, en dat hangt natuurlijk weer samen met, ja, dat in feite de moderne media een vorm van georganiseerde paniek zijn. Het is altijd verschrikkelijk. Het einde der tijd is altijd nabij. De wapens van de tegenstander zijn altijd de gruwelijkste wapens ooit bedacht enzovoort. Toch een belangrijke factor in de democratie, hè? De media ook. Ja, met de waakhondsfunctie. Ik denk dat veel mensen in een soort vage angsten leven, omdat ze naar dat ding kijken natuurlijk, de tv, want dat is natuurlijk of toch de krant lezen, die doet er ook aan mee. Nou, de krant doet er ook wel aan mee, maar het leesproces als zodanig is al minder panisch van aard dan het kijkproces bij de televisie natuurlijk. Dus ja, ik denk dat veel mensen denken dat we in vreselijke tijden leven. Het is helemaal niet zo, maar ze denken wel dat het zo is. Natuurlijk boven dat alles nog dat steeds dreigende onweer van de klimaatverandering hangt.